Goedemorgen. Had jij dit verwacht? Ik hoop het wel, want ik heb je gemist. Let's do this. We gaan nu weer 21 dagen tegenaan en jullie gaan met me mee naar Thailand. Yeah. Oké, ik ga even bijpraten. Wat heb je gemist? Wat heb je gemist? Nou, helemaal niks. Het is echt prima dat ik de afgelopen week niet heb gevlogd. Want het was super regenachtig weer in Hongkong. Na de laatste vlog heb ik me gewoon 4 dagen binnen opgesloten. Video's geëdit voor het leven, omdat ik daar helemaal gek van werd. En buiten was het toch aan het regenen, dus ik kon toch niet naar buiten. Op een gegeven moment werd ik wel helemaal gek van het binnenzitten. En ja, ben ik toch maar gewoon wel dingen gaan doen. Maar echt niks boeiends. Trust me, je hebt echt helemaal niks boeiends gemist. Het enige wat je misschien wel hebt gemist en waarvan ik gisteren tegen Nish wel 5 keer heb gezegd... Oh, ik behaal dat ik nog niet vol. Is dat ik gisteren ben gaan hiken. Het was echt the walk of wisdom, want ik was in mijn eentje op Lantau Island, vlak voor de kust van Hongkong. Ik was denk ik een uurtje zeg maar de berg opgeklommen. Dus genoeg om zeg maar helemaal alleen te zijn op een vrijdagmiddag. Toen er ineens een hele dikke mist opkwam en ik 5 meter zicht voor me en 5 meter zicht achter me en naast me natuurlijk had. Dat was echt bizar. Ik voelde me echt zo alleen op die berg en het begon op een gegeven moment ook keihard te waaien. En ik die berg op en het was elke keer was het zeg maar een stukje omhoog en dan weer recht. En dan dacht je dat je er was. Nee, weer een stukje omhoog, weer recht, weer een stukje omhoog, weer recht. Ik heb op een gegeven moment gewoon staan schreeuwen. Oh my... Dit meen je toch niet? Dat toen ik weer een berg op moest terwijl ik dacht dat ik er was. En ik wou echt toen dat ik heel even tegen je aan had kunnen kletsen. Want ik dacht, had ik van tevoren een berichtje naar Nies gestuurd. Voor het geval, ik verdwijn. Ik ben op Lantau Island aan het hiken. Daar en daar, dat pad. En op dat moment dat ik zeg maar in die mist stond, dacht ik... Jezus, ik maakte een grapje. Ik wil niet echt verdwijnen ofzo, weet je wel. Maar het was goed. Het was echt even een momentje met mezelf. Uitdaging, mentale kracht. Vervolgens ben ik met Nies en met Cynthia gaan eten, wat super, super, super gezellig was. En daarna zijn we in de karaoke beland, wat natuurlijk weer hilarisch was. En ik wou echt dat ik het had kunnen filmen voor je, maar helaas had ik op dat moment gewoon mijn camera niet bij me. Maar nu ga ik wel weer alles filmen en we gaan... Het is vandaag zaterdag, wanneer je dit ziet. Woensdag gaan we naar Thailand toe. Het is nu tijd voor ex-Benedict, want het is mijn YOLO-dag. Ik heb de afgelopen tijd ook super, super, super clean gedaan. En vandaag ga ik... alle lekkere dingen eten die ik op mijn lijstje heb staan. Ik heb helaas geen tijd meer om ex Benedict te maken. Dus ze pakte dit snoepje uit de koelkast. En check dit. Er zit gewoon gefriesdroogde aardbei in. In witte chocola. Dit is echt amazing. Zo lekker. En ik zag al op die verpakking dat dat dus witte chocola met aardbeien was. Maar ik dacht, ja, die aardbei blijft toch nooit goed? Hoe doen ze dan? Vriesdrogen. Episch lekker. Hoi Nies. Hoi. Wat zijn we aan het doen? Aan het rondlopen, want er zijn wat mensen laat. Maar ja. Zo meteen dimsummen. Zelfs een meisje die Speed heet. Speed. Je heet Speed en je bent 3 kwartier te laat. Ik zat dus net aan Nies uit te leggen waarom ik altijd te laat ben. Want ik persoonlijk vind het nooit erg als mensen te laat zijn. Echt waar. Ik vermaak me wel. Ik zie het gewoon als me-time, cadeautje voor mezelf. Prima. En daarom vind ik het dus nooit erg als andere mensen te laat zijn. En is het in mijn hoofd niet belangrijk om op tijd te komen. Ik weet dat ik misschien iets controversieels zeg. Dus laat in de comments vooral achter als jij daar anders over denkt. Want wat ik al zei, ik wil die gewoonte veranderen. Dus dan moet ik andere perspectieven leren kennen. Want de mensen om me heen vinden het bijna allemaal niet erg. En als ik dan nieuwe mensen leer kennen, dan... leren ze me dus zo kennen, omdat ik te laat kom. Dus laat me even zeker weten hoe jij erover denkt. We zijn nu aan het dimsummen. Met Nish, uiteraard. En Speed. Hey Speed! Yay! En Pat. Yay! Aww, so sweet. En we hebben... this is rice rolls, right? Rice rolls. Rijstrollen, pineapple buns, gevuld met pork, met varkensvlees. Dat eet ik dus niet. What is this? Rice rolls? Also rice rolls, but with some crispies. Ah, oké. Okay. Okay. Yeah. Ook rijstrollen met iets crispies erin. En egg tarts natuurlijk. Mm. En jullie kennen haar al uit Jeju. So now we are in Hong Kong, my country. Yes. Today is 2015, May 23rd. Yes. So we are having a Chinese restaurant, Chinese restaurant here.
awesome. Nice to talk to you. Yeah. Oh my god, weet je waar we zijn? Bij van die hokjes waar je dus super vette foto's kan maken met allemaal plaatjes erop en zo. Dit is echt zo bruut. Wacht, ik ga je een voorbeeld laten zien. Kijk, dan kan je dus allemaal van dit soort foto's maken en teksten erop schrijven en stickertjes en dingetjes. Dit is zo cool. Ik heb dit met Masha echt in 2012 gedaan. Maar deze plek is, ik kon het gewoon niet terugvinden. We waren er toen per toeval tegenaan gelopen. En nu hebben we het gewoon weer gevonden. En nu gaan we dus de foto's customizen met allemaal leuke achtergrondjes en stickertjes en teksten. I like this one. So so you can choose for each of them. Oh, that's cool, but we need to pick fast. There's something here. Don't be too picky because one by one. Yeah, one by one. For me. Okay, cool. Good. But this one, I love it. Oh, nice one. Let's see what else. Yeah. Oh, this one. No, I don't want to do that. How do you undo stuff? I don't know. Kijk, een hele foto verpest. We weten niet hoe we het ongedaan moeten maken. Kijk onze foto's! Yay! We gaan dit zeker even nog een keer doen, want nu weten we tenminste hoe het werkt. Deze eerste foto was mij, wait. Toen werd er al een foto genomen. En onze tweede set! Kijk hoe cool! Nu zijn we een beetje pro's meer met photoshoppen en zo. Check dit. Guilo Grandma Care. Guilo betekent blanke in het Chinees. Dat is een idee wat wij hadden. Te grappig. Kijk hoe cool zij eruit ziet. Super cool. Echt heel bruut. En daarachter zijn nog een paar meisjes, maar ik vind haar wel echt het vetste eruit zien. Oh wauw, we zijn zo traditioneel bezig. Dit is hem dan hoor. De bolo yao, de pineapple bun, oftewel de ananasbroodjes. Omdat het patroon erboven eigenlijk hoort te lijken op een ananas. Met boter, super traditioneel. Niche heeft koffie op Hongkongse wijze met gecondenseerde melk. En Cynthia heeft milk tea. Dat is thee, ook met melk. Hongkong-stijl. Echt Hongkong-stijl dit. Ah, ik heb de crepe met het ijs en slagroom en karamel. En het is litchi ijs wat ik heb genomen. En dit is Maria Biscuit. En dit is slagroom. En dit is een crepe die helemaal opgerold is als een... als een cornetto, als een horentje, als een ijshorentje. En ik ben echt zo excited, want ik ben ook al jullie comments aan het lezen. En er zijn al bijna 700 duimpjes omhoog. En het is echt... emotional rollercoaster. Dus ik ga nu even mijn emoties verwerken met ijs. How is it? Oh. Thumbs up. Lietje ijs. Heel lekker. Echt super lekker. Maria biscuitje eroverheen. Heel lekker. I love van die dikke slagroom. Nederlandse slagroom is over het algemeen, ik weet niet, het heeft niet heel veel smaak. Maar deze is heel dik en lekker. Ja, gewoon vol van smaak. En ik heb de crepe nog niet geprobeerd, maar ik denk dat het daar wel goed mee zit. En wat is dat bruine in het midden? Karamel. Karamelsaus. Ja, dat draagt ook wel bij wat een smaak. Oh, maar dat litchi-ijs is wel de bom. Cynthia heeft het epische ijsje. Cynthia, what kind of ice cream did you get? Like regular ice cream with chocolate sauce? Ze kan zo in een commercial, jongens. Kijk. Oh, yes. Check dit. Hello Kitty masker. Er zit gewoon Hello Kitty op het masker. Kijk dan. We hebben ook een panda variant. We hebben hier dus een panda masker. Dit is echt briljant. Check hem hier. Kijk dan. Oh my god, je lijkt op een panda. Dit is echt heel vet. Ervoor, hoe briljant is dit? Dit is een zonneklep. Er zit een zonnebril in. En een ventilator. Met een zonnecel bovenop.
die energie geeft aan de ventilator. Haal op met me, echt waar. Dit is echt... Come on. Dit moet ik gewoon op. Kijk dan. Zal ik dit gewoon halen voor Thailand of zo? Nieuwe trend in Nederland starten? Ik vind het best wel bruut hoor, serieus. Als dit gewoon, zeg maar, niet dat kinderding erbovenop had, ik zou het zeker halen. Dit is zo bruut. Heel vet. Oh wauw, ik ben echt al jullie comments aan het lezen en ik ben echt... I can't take this! All the feels! Echt, thank you. Het duimpje wat je omhoog hebt gedaan, de comment die je hebt achtergelaten of dat je de video hebt gekeken. I just can't. Thank you. Nies en ik gaan de film Whiplash kijken. Nou, dat was een goede film. Heel goed voorbeeld van een functionerende psychopaat in de maatschappij waar je heel ver weg van moet blijven. Het einde, Nies vond hem heel goed. Die vond het een overwinning. Ik vond het... Ik was er niet tevreden mee, want ik vind gewoon dat je niet kan winnen met een psychopaat en dat je daar gewoon heel ver weg van moet blijven. Dit is absoluut geen spoiler, je moet de film gewoon maar kijken. Het is een hele goede film wel. Ik ga nu lekker slapen. Het is bijna 2:30 alweer en morgen staat weer sowieso 10K Buddhas op de planning, want daar wilde ik nog heel graag een keertje terug. En ik wil gaan hiken, maar dat hangt er even vanaf hoe laat ik opsta. Oh, wacht. Ik ben iets vergeten. Mocht dit de eerste video zijn die je ooit ziet of ben je er net pas bijgekomen en wil je meer video's zien, dan kan je hiernaast alvast de oudere vlogs vinden en de Travel Vlogs afspeellijst. En denk je van, hey, dat zijn best wel vette vlogs. Ik wil ook mee naar Thailand. Abonneer je dan hier op mijn kanaal en dan ben jij er ook gewoon bij zometeen. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.